Nou, het goede van TTIP is nu al, denk ik, dat het voor het eerst gelukt is sinds tijden om heel veel burgers te betrekken bij iets wat echt belangrijk is voor de toekomst van Europa en hoe we naar globalisering kijken. Dus dat heeft TTIP in ieder geval bereikt. Dat het niet aan technocraten wordt overgelaten, een nieuw handelsverdrag, maar dat we er allemaal mee bezig zijn door de chloorkip onder andere. Het grootste deel van de verwachte winst uit TTIP gaat komen uit de normen en standaards die op elkaar afgestemd worden of waar wederzijds toegelaten wordt van producten dat die op de markt mogen komen. Dat kennen we allemaal, de chloorkip. Dat gaat wel geregeld worden, heeft de minister al gezegd. Interessanter zijn denk ik twee andere dingen en relevanter. In de eerste plaats dat de dynamiek die eruit gaat van het toelaten van producten die een andere standaard hebben dan wat we in Europa gewend zijn. Auto's zijn het bekende voorbeeld. Ik heb de minister horen zeggen, nou, die Amerikaanse auto's die worden minder vaak getest dan in Europa, maar ze zijn nog steeds veilig. Ik durf er best in te gaan zitten. En ik denk dat ze wel gelijk heeft. Ik zou er ook wel in durven waarschijnlijk, maar wat je moet realiseren is dat er een dynamiek van uitgaat. Want op het moment dat je Amerikaanse bedrijven met minder geteste auto's toelaat, gaan Europese bedrijven natuurlijk zeggen, oh, waarom moeten wij dan wel vaker testen? En dat soort dynamiek, daar zijn economen erg slecht in altijd om daarover na te denken, zeggen ook Acemoglu en Roderick bijvoorbeeld. Dat is iets, denk ik, waar we echt risico's zouden kunnen lopen. Dus dat is het eerste op dit punt. Een tweede punt is, stel dat je verbeteringen wil. Dus je kunt afspraken maken, we laten bepaalde zaken niet toe. Stel je wil op dierenrechten bijvoorbeeld, wil je verbetering hebben. Dan moet je nu eerst langs Europa en dan moet je daarna moet je met de Verenigde Staten in allerlei commissies gaan overleggen. Dat kan 2-3 jaar getraineerd worden. Dus er zijn NGO's zoals Foodwatch, een consumentenorganisatie, die zeggen die chloorkip, dat geloven we wel. We zijn veel beduchter voor wat er straks op ons af gaat komen. En ik denk dat ze een punt hebben. Dat moet goed geregeld worden. En de minister heeft gezegd in de Verenigde Staten in een speech, dit gaan wij regelen. Gaan we zien, ik denk dat dat ook echt van plan is, maar we moeten zien of dat er goed uitkomt, want dat is ook vrij cruciaal, denk ik. Er wordt wel eens gezegd dat Amerikaanse bedrijven dan allerlei processen gaan voeren. Dat betekent ook dat in Europa bedrijven of personen of organisaties dat gaan doen. Ja, dat is het ISDS, dus dat is dat geschillenmechanisme. Dat is een van de meest omstreden en vind ik ook persoonlijk tamelijk bizarre dingen die er in dat hele TTIP-verdrag lijken te gaan komen, zeg maar. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om overheden aan te klagen op het moment dat ze vinden dat ze benadeeld worden. En er zijn een paar dingen die je erover kan zeggen. De eerste vraag is waarom alleen buitenlandse bedrijven meer mogelijk geven in Nederland dan Nederlandse bedrijven. Ik zou als ik MKB'er was die vraag stellen. En het tweede wat je kunt afvragen, waarom alleen bedrijven die overheden mogen aanklagen, niet bijvoorbeeld ook vakbonden die bedrijven mogen aanklagen of consumentenorganisaties of overheden die bedrijven mogen aanklagen. Dus het is heel erg eenzijdig dit. Hoe kijken ze in Amerika tegen het hele verdrag aan? De Verenigde Staten is op twee borden aan het spelen. Die zijn met TPP bezig. Dat is het verdrag met Azië wat ze aan het sluiten zijn. En dat is om China te containen tot op zekere hoogte. Er zit een hele grote geopolitieke dimensie aan. Ik denk zelf dat het heel verstandig is om te denken dat je China nog kan vertellen aan welke normen ze zich moeten houden. Die wereld die bestaat niet meer. Dat gaat met TTIP, TTIP ook niet lukken. En daar zijn ze op dit moment vooral mee bezig. TTIP speelt ook wel en daar spelen, maar dat moet denk ik nog komen. En daar spelen wel deels dezelfde discussies. Alleen de Verenigde Staten heeft veel meer nog de dimensie van het banenverlies. Omdat ze daar grote discussies al tijden hebben over de druk die China en globalisering zet op banen en op inkomens. Hoe wordt er in Europa gedacht over dit verdrag? Is er consensus? Nee, dat vind ik juist het goede. Totaal niet. En dat komt omdat het uit de wereld van de technocraten gehaald is. En wat je ziet, Europees gezien, is dat in sommige landen, Duitsland, Oostenrijk, de publieke opinie heel erg tegen TTIP is. Andere landen begint dat op te komen. En het kan tot twee dingen leiden, denk ik. Je ziet nu dat minister Ploemen en de eurocommissaris Malmström allerlei dingen toezeggen. Dit gaan wij regelen. Dat is prima. Er zal nog wel meer komen, denk ik. En of er komt er straks gewoon een heel goed verdrag, nou dan zijn we blij. Of de Amerikanen zeggen, ja, maar als jullie dat allemaal willen, dan hoeft het van ons niet meer. Nou, dan zijn we ook blij, want dan moeten we het gewoon niet willen.